Een taxi is zondagmorgen tegen een tram gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Bezuidenhoutseweg met de Rijnstraat. De taxi kwam tegen een verkeerspaal tot stilstand. De taxichauffeur kon zelf uit zijn wagen komen, maar de passagieren klaagden over pijn in haar nek. Daarom werd ze door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van twee flatwoningen aan de Zegboeklaan, waar zaterdag brand heeft gewoed, kunnen nog niet terug. De huizen zijn beschadigd geraakt door de rook. 15 bewoners moesten tijdens de brand tijdelijk hun huis uit. Ze werden opgevangen in een verwarmde HTM-bus. Twee mensen moesten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis. De vertragingen bij de spoorwegen vallen maandagmorgen mee. De NS rijdt vanwege de winterweer met minder treinen. Dat betekent langer wachten en vaker overstappen. De NS trakteert als goedmakertje op gratis koffie en thee, behalve op het Centraal Station. Daar waren de waterleidingen van Starbucks en Albert Heijn bevroren.